gaat en je wil net... 3, 2, 1... Vrijdagmiddag werd door burgemeester Bruls het watersportcentrum geopend. In het watersportcentrum worden meerdere verenigingen gehuisvest. 3 studentenverenigingen, Focas, roeien, loefbijter, zeilen en Aeolus, sommigen zeggen Aeolus, ik zeg altijd Aeolus, surfen. En de burgerverenigingen, tenminste de Nijmeegse Reddingsbrigade en de Batavier en dat is Kamer. 12 jaar geleden zijn ze begonnen met de plannen voor dit watersportcentrum. Nou, we begonnen met de plannen toen het water er nog niet was. Maar we wisten wel dat hier dus ontwikkelingen waren. En toen hadden we zoiets van, nou, dit lijkt het enige geschikte water in Nijmegen om op een andere plaats te gaan roeien. En toen bleek dat andere andere sportverenigingen ook al gauw geïnteresseerd waren, watersportverenigingen. En toen hebben we dus 12 jaar geleden die Stichting Watersport Nijmegen opgericht om ervoor te zorgen dat die belangen gebundeld werden en dat niet iedereen op eigen houtje naar de gemeente zou gaan, want dan waren we bang dat er niks uit voort zou komen. Ik denk dat we nu blij moeten zijn dat dit staat. Ongetwijfeld gaan er veranderingen komen, maar die Stichting Watersport Nijmegen was opgericht om dit te realiseren. Die gaat zichzelf opheffen. En 2 jaar geleden hebben we de Beheersstichting Watersportcentrum Nijmegen opgericht. Dat is dus een andere club die gaat ervoor zorgen dat dit allemaal goed gaat lopen. Van 22 tot en met 30 september worden ter ere van de opening verschillende activiteiten georganiseerd. Elke vereniging heeft wel zijn eigen activiteiten. Van Focas weet ik het toevallig wel, omdat dat nog een groot festijn wordt. Die heb ik meen volgende week zondag een opening voor eigen leden en alumni. En daar verwachten ze wel een 500 mensen. Dus dat is nog wat groter dan dit.